Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik zie er heel moe uit, maar dat maakt het allemaal niet uit. Het is warm. Het is een beetje zachter, ik kan een koffie op te stellen. Super tof en gezellig dat jullie er zijn. Mijn naam is Stefan, 24 jaar. Ik was me moe. Ik heb mijn ouders op bezoek gehad, dat was wel gezellig op zich. Ze waren allebei moe. Ze hebben de koffer ingepakt, en de handtekening kon. Kleren mee te nemen. Ik mag op vakantie een petje kopen en een shirt kopen, dus dat is wel vet. Verder ga ik leuke dingen kopen, leuke dingen doen. En PB heeft ook een aanstaande PB op vakantie. Heeft er ook veel zin in, die hebben ze gesproken. Ik moet veel oefenen met mijn linkervoet. Vandaag naar huisarts geweest. Het was een prima bezoekje. Ik heb een papiertje om dan bij de fysio afspraak te gaan maken vrijdag. Te bellen om daar terecht te kunnen, net voor de vakantie of na de vakantie. Ik heb heel veel zin in, mijn ouders hebben ook heel veel zin om mij te brengen. En stiekem wel een beetje jaloers, heel veel mensen zijn jaloers. Dus dat is wel tof. Ik hoef het een en ander te delen met jullie. Het is vandaag... Kijk, zaterdag 25. Gisteren was volgens mij... Ik weet het even niet meer. Wat was dit vandaag? 24 of zo? Nee, zaterdag is de 25e. Vrijdag is de 24, donderdag 23 en vandaag 22 augustus 2018. Hè? Ik heb een goed gesprek gehad met de begeleiding gisteren. Ik heb net terug in bad. Ik heb lekker in bad gezeten. Ik heb de pet af. Toen is het heel warm. Het is te warm voor een pet. Hij is lekker gegroeid. Het is nog lekker kort. Dat scheelt wel een heleboel. Ja, ik heb bij pannenkoek gegeten vanavond met de groep. Iedereen had mee. Behalve één huisgenoot niet. Want die doet gewoon zijn eigen ding, dus dat is prima. Het was gezellig. En voor de rest was ik vanochtend weer te laat. Gisteren ook al te laat. Mocht ik op tijd komen vrijdag, moet ik zeker op tijd komen. Het is voor mij zo moeilijk om s'avonds op tijd te gaan slapen. En de volgende dag op tijd eruit, dat is gewoon moeilijk voor mij. Ik heb er heel wat van moeite mee. Ik heb voor nu zo goed slaap vannacht en... Goed gesprek met huisgenoten gehad. Mijn koffer is weg zoals jullie zien. Ik heb mijn ouders meegenomen om de kleren mee te nemen. Hij is er niet genoeg goed voor de vakantie. Dus helaas gaat Gijs' koffer vorig jaar gaan nemen die mee. En... Doe de koffer dicht. Vrijdagavond moet ik op tijd slapen. Ik slaap vrijdagavond bij mijn ouders. Verder hebben we kleren ingepakt voor de vakantie. En ja. Wat wil je ook al vertellen? Vergeet u niet te abonneren op het kanaal, even of je het leuk vindt. Ik tof vind, ik heb 46 abonnees, dus ik hoop na Italië meer abonnees te krijgen. Reisgenoten, ze hebben allemaal heel veel zin in, heb ik gehoord. Dus dat is heel tof. Ik heb nog vandaag lekker gewerkt. Nog even beneden gezeten met de jongen, dan heb ik gechilled.
Nou, ik heb heel veel zin in de vakantie. 15 augustus trek ik dus naar Italië voor 8 dagen. Super leuk, super tof. Ik ga dus een vliegje voor zaterdag. Ik moet heel veel bekijken met vakantie, maar het komt allemaal goed. Ik heb heel veel zin in. En de begeleider heeft ook heel veel zin, dus dat is wel tof. Hij is heel sportief, schijnt die Mark van de vakantie schijnt heel sportief te zijn, dus dat is leuk. En mijn vader vond ik meer moest gaan sporten, die is net ook geweest en had koffie gedronken bij mij. Mijn moeder kwam ook een glaasje chocomel op. Mijn vader koffie en dan die cola, gewoon dat kan. Onze vaste invaller heeft ons vandaag gezegd, die ging al naar huis toe. Het is ook hard zat gewerkt bij ons. Het is vrijdag weer, dus prima. Mooi is ook nog een beetje. Gezellig. Ik ben goed moe van het werken en van het laat op bed gaan. Dus ik ga mijn bril afzetten. Mijn ogen uitvegen. Ik heb helaas geen tijd meer naar Puerto te gaan. Dat doe ik na de vakantie wel. Dat heb ik hier dan nodig. Ik heb vandaag lekker samengewerkt met een huisgenoot, mijn collega doe ik. Een collega een dier gezorgd, geit een boek gevoerd met hooi. Leuk gesprek met haar gehad. Oppas, vriendin van mij. Heel leuke meid is het. Van onze oude kerk. Hoe is het dan? Ja. Dus gaat bijna beginnen. Ook super vet. Ik heb ook heel veel zin in. Dus dat is wel tof. Ik ben heel erg moe van alle prikselindrukken. Alles is net geweest en een bak koffie op. Ik ga morgenochtend de afwas doen. Ik heb nog geen zin meer in. Ik ga zo naar op Otterlein nog even verder kijken. Daarna ga ik deze vlog uploaden. Ga ik dan lekker slapen. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Sorry dat ik nou zo in mijn ogen zit dat ik moe ben. Maar ik heb ook een hele drukke week gehad. Iedereen heeft druk. Dat tof. Want mijn vriendin van Geert om mij terug appt. Dat ze mij bericht leest en kijkt. En dat waardeert, dat vind ik heel fijn. Het is heel fijn dat heel veel mensen mijn filmpjes en foto's waarderen. Dat vind ik ook heel tof. Ik heb al wat Instagram volgens mij, dus dat is ook wel tof. Sowieso ben ik hier allemaal dan met jullie mij volgen. En ondanks ik zoveel plaats, ik hoor er wel meer dan ik veel plaats. Ook heel veel mensen mijn gedachten zitten op recept. Nou ja, prima. Zelf weten. Ik sowieso nog mijn Facebook op recept gaan opruimen. Verleden met Rianne sluit ik af. Verleden met de porno sluit ik ook af. Dat is gewoon klaar. Ga ik niet meer beginnen. Dat is gewoon klaar. Dus ik zei, nu doen we het niet meer doen. Ik wens je een hele goede avond. Oké, dat had ik niet doen. Dus een hele goede avond. Goeie ziek bril, goeie ziek trouwens allemaal. De spullen voor de koffers zijn meegenomen. De kleren en zonnebrand en zo. Ik moet alleen nog even petjes meenemen. Moet ik even 6 petjes meenemen. Even kijken welke Pagense pet gaat mee. Jesus pet gaat mee. Holy Ster gaat mee. OB gaat mee. 3. Adidas pet gaat mee. New York pet gaat mee. En nog een aantal, maar dat zie ik van de rest wel. Vleek al. Maar ik moet wel opschieten, want zaterdag trek ik al en vrijdag moet ik alles bij hem hebben. Dus vrijdag al slaap ik bij mijn ouders. Dat was wel tof. En dan vrijdag slaap ik bij mijn ouders en zaterdag ga ik op vakantie. Dus nog 2 dagen werk en dan ga ik op vakantie. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Hele fijne avond, wel rusten. Iedereen heeft nou vakantie, denk ik. En ook heel veel mensen moeten werken. Dus ook heel veel respect. 1 ding. Bij de pont en wegwerkzaamheden. Als je daar naartoe moet. Moet je het fiets wat op. Het is heel kloten. En je moet echt langs en alles. Dat valt altijd niet mee. Ik heb trouwens net vanavond zitten. Ik heb het geld om mijn ouders op de kamer waren.
Niet zo netjes, maar mijn vrienden was zo gezellig en leuk hoor. Ik heb een gesprek gehad, maar we zijn allemaal moe. Maar ik zie ze van de week, dus ik ga nog lekker met ze verder en alles. Nou, ik was natuurlijk al aan vertellen, het is een lange vlog. Ik heb nu al wat te laten zien. Zo, de koffer is weg, is meegenomen met de kleren. De koffer gaat ook niet mee op vakantie, is jammer. De andere koffer wel. De grijze koffer van vorig jaar, die ik toen vorig jaar gekocht heb, die gaat wel mee. En de rugtas van de inspectas gaat ook mee. En dan wil ik een beetje zeggen. Verder weet ik niet. In ieder geval een hele fijne avond, wat rust en zie ik me volgende video. Ciao.